De Suriname Chefs Association, SCA, heeft gisteravond het Nationaal Culinair Team 2018 bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens de meet and greet in de ballroom van Hotel Torarica. Dit team zal in Miami deelnemen aan de Taste of the Caribbean van 22 tot 26 juni. Het Nationaal Culinair Team bestaat uit Shannon van Ommeren, Mitchell Kleiber, Milton Bronne, Jamoure Zuiverloon, Lorenzo Stuger, Jonathan Ramkison Singh en Stefano Greb. De meet and greet van gisteren was bedoeld om culinaire bewustwording te creëren en om sponsoren aan te trekken. Dat zegt Sherwin Alexander, hij is teamcoach van de SCA. Alexander geeft aan dat de SCA eraan werkt om niet alleen de horeca, maar ook andere sectoren op de hoogte te stellen van het doel van de associatie. Het culinair team zal dit jaar ook begeleid worden door een trainerscollectief. En het trainerscollectief bestaat eigenlijk uit een aantal professionals in Suriname die willing waren om ons te ondersteunen in dit traject. Zelf natuurlijk, sommigen hebben nog niet meegedaan aan Taste of the Caribbean, maar dat maakt hun niet uit. Het ging erom het support naar het culinair team. Wij hebben mijzelf als teammanager en coach. Daarna hebben we de trainer, eerste trainer voor onze junior chefs. Dat is Jamil Mahomed Raja. Sorry, even slecht met namen. Trainer 2, pastry, hebben we Teersa Monsanto. Trainer 3 hebben we bartending, Earl de Meza. En trainer 4 voor onze chefs, Lorenzo Harper. En trainer 5 voor onze chefs ook, dat is Gilbert Dirumanali. Dat zijn onze trainers, dat is het trainerscollectief waarmee we dit jaar gaan starten. En natuurlijk mag het veel meer zijn, maar dat mogen er ook 6 zijn, het mogen er ook 8 zijn. En dan gaan we dat natuurlijk goed in elkaar zetten, dat natuurlijk de trainers op verschillende categorieën het team kan begeleiden. De trainers zullen hun ervaring en expertise met het culinair team delen. Daarnaast zal het team fundraisingsactiviteiten organiseren waarbij de gemeenschap kennis zal kunnen maken met culinaire hoogstandjes. Alexander geeft aan dat het team uit meer leden bestaat dan het vorig jaar. Stefano Greb kon er vanavond helaas niet aanwezig zijn, maar hij is ook de bartender van het Nationaal Culinair Team. Momenteel wat u voor u ziet is natuurlijk zijn de teamleden van het Surinaams Chefs Associatie. Wat wij dit jaar gaan doen, normaal gesproken moeten wij naar Miami met 2 senior chefs, 1 junior chef, 1 pastry chef en 1 bartender. En natuurlijk, er zijn nu momenteel 2 pastry chefs achter ons, achter mij, en 2 junior chefs. De vraag is natuurlijk, hebben we zoveel geld om zoveel mensen mee te nemen? Nee, dat hebben we nog niet. Maar wat wij dit jaar willen doen is, uit ervaring, het oude team zit hier ook en die weet ook zelf hoe zwaar het is. De competities, het zijn maar 4 dagen, waar wij soms op een dag 3-4 competities achter elkaar. Sherwin Alexander, hij is teamcoach van het Nationaal Culinair Team. Het team 2018 zal deelnemen aan de Taste of the Caribbean. Het team dat zal deelnemen aan de Taste of the Caribbean is gisteren gepresenteerd in de ballroom van Hotel Torarica.